een Patriot luchtafweersysteem te sturen aan Oekraïne. Dat heeft hij gisteren besproken met president Biden in het Witte Huis, waar hij samen met minister Hoekstra te gast was. We have the intention to join what you are doing with Germany on the Patriot project. So the air defense system. I think that is important that we join that. And then on accountability, we can never accept that Putin and Russia get away with it. Ja, en dus is er een intentie van Nederland om ook zo'n systeem aan Oekraïne te gaan leveren. We zien hier in de afbeeldingen hoe zo'n systeem eruit ziet. Je hebt zo'n systeem wel eens in het echt gezien. Zeker. Wat doen ze nou precies? Wat ze doen is, ze worden op een paar strategische plekken ook nog op ruime afstand van elkaar worden ze neergezet. We hebben het in Nederland heeft het ooit gedaan voor de stad Adana. Ook bekend van de beroemde wereldberoemde kebab. In het zuiden van Turkije zit die stad. Turkije had te maken met afzwaaiers van raketten in Syrië die hun grondgebied bereikten. Er zijn twee Turkse soldaten bij omgekomen. Die hebben toen het verzoek gedaan, kunnen NAVO-landen zoals Nederland, Duitsland, Amerika dit systeem leveren? Hebben wij toen gedaan. Daar heb je heel veel soldaten nodig om het te bedienen en ook nog een keer heel veel soldaten om het te beschermen. Want zo'n systeem wordt natuurlijk ook graag geraakt. Ja, en dan kun je met één zo'n Patriot-batterij, in Nederland heeft er drie geloof ik nog, kan je een hele stad van een miljoen inwoners kan je beschermen. Dus voor Kiev zou dit, of bijvoorbeeld voor Lviv, die nu geraakt worden, denk aan die gruwelijke beelden van afgelopen zaterdag, is dit cruciaal. Ja, omdat je dus dan raketten uit de lucht kan schieten, waar die dus dus op een stad afdreigen te komen. Dan denk ik, de oorlog is in maat 10. 11, dus we zijn helaas al een tijd onderweg. Waarom hebben we dat niet eerder geleverd? Ja, je bent de verkeerde man om het aan te vragen. Want ik heb hier al 2 jaar geleden voor gepleit aan deze tafel, toen er nog geen oorlog was. Omdat je wel zag dat er een troepenopbouw kwam. En toen kon je dat ook nog doen zonder het verwijt op je te laden dat het escalerend zou werken. Dan is het echt een puur verdedigend systeem. Wat uitgaat van de dreiging die op dat moment aan de grenzen van Oekraïne met Rusland en Wit-Rusland zich al voordeed. Ja, maar goed, nu gaan we dat dus daadwerkelijk doen. Of in ieder geval die intentie is er. Betekent dat niet dat we het gewoon gaan doen? Wat zijn nog de slagen om de arm? Nee, we gaan het wel doen. Ik denk dat de configuratie van hoeveel en wie doet wat precies, en er moet ook opgeleid worden. Dat gaat in Duitsland gebeuren. Wie dat precies gaat doen, dat zullen ze misschien nog even moeten uitmaken. Ja. Of dat moeten de militairen doen. En die komen vandaag in Brussel bij elkaar. En nog een keer aanstaande vrijdag in Ramstein, een grote conferentie. En dan gaat het dus niet alleen om dit is afweergeschut, maar dan gaat het ook over aanvallende wapens, namelijk tanks. Specifiek gaat het om die Leopard tanks. Dat zijn tanks van Duitse makelij die dus andere landen ook aan Oekraïne willen leveren. Omdat dat nodig is in de strijd. Ja. Duitsland zelf is nog terughoudend. Verwacht jij dat ze worden toch overstag gaan? Ik verwacht dat ze overstag gaan. Kijk, Scholz, de premier, de Duitse bondskanselier, die heeft eigenlijk een geruchtmakend artikel geschreven in Foreign Affairs, nu een maand of 1,5 geleden. En daarin heeft hij eigenlijk voor het eerst als Duitse bondskanselier iets gezegd wat je nog nooit gehoord hebt van de Duitsers. Namelijk, wij voelen ons verantwoordelijk ook voor de beveiliging van Europa. De militaire beveiliging van Europa. Daar hebben we een taak te verrichten. En Duitsland neemt als het ware ineens die verantwoordelijkheid op zich die ze tot nu toe altijd hebben geschuwd. Maar dat betekent niet dat dat sentiment in Duitsland weg is. En met name bij de partij van Scholz, de SPD, de Sociaaldemocraten, zit nog heel erg ingebakken. Dat zijn de ontwerpers van de Oostpolitiek. Wandel door je handel met de Russen. En dat is natuurlijk, voordat ze daarvan af zijn, dan hebben ze wel wat tijd nodig. De Groenen in Duitsland, Baerbock als minister van Buitenlandse Zaken, zijn een stuk progressiever en ook veel offensiever wat dit betreft. Lijken eigenlijk een beetje in de lijn te staan van Joschka Fischer. Ik zou zeggen de Realo's versus de Fundies. En dit zijn dan de Realo's. Zitten volgens mij ook in de Tweede Kamer nu, of niet? En de situatie is natuurlijk nu ook anders. Ik bedoel, er is gewoon een oorlog op Europees grondgebied. Dus dat vraagt echt om positie in te nemen. Ja. Het is te makkelijk om dan aan een zijlijn alleen maar toe te kijken. Ja, en voor linkse partijen natuurlijk nu ook makkelijk, omdat het goed verhaal hier zo duidelijk is. Het wordt veel lastiger straks als het een modderige oorlog wordt, waar aan beide kanten nuancering gemaakt moet worden. Ja, daar moet dus nog een officiële klap op worden gegeven. Dan is er ondertussen is Mark Rutte doorgereisd naar Davos. Daar is het World Economic Forum aan de gang, waar al die wereldleiders en grote bedrijven met elkaar samen zijn om eigenlijk te netwerken, met elkaar te praten. Is dit ook een van de dingen die daar prominent op tafel ligt? Oekraïne speelt door alles heen.
De titel van het WEF dit keer, World Economic Forum, is dat het hoe samen te werken in een gefragmenteerde wereld. Nou, die wereld zien we uiteenvallen. Het lijken twee blokken, Amerika en China. Maar ik denk dat je bijvoorbeeld een enorme blok aan onafhankelijke landen, niet gebonden landen, die kunnen kiezen of ze dan eens met een westers blok mee zitten. Dan eens weer met de meer autoritaire delen van de wereld. En die zijn daar ook allemaal aanwezig? Nou, Chinese vicepremier is aanwezig. Duitse bondskanselier Scholz is er. Mevrouw Lagarde van de Europese Centrale Bank. Zijn India en Brazilië ook aanwezig? Ik denk het wel. Er zijn denk ik zo'n 1700 mensen. En over het algemeen zijn het ook wel veel regeringsleiders die daarbij zijn. Ja. En natuurlijk de CEO's van hele grote bedrijven. En dan zijn er sessies die gewoon te volgen zijn via livestreams. Maar ik heb begrepen dat er ook wel achter de schermen gewoon veel met elkaar informeel gepraat wordt. En dat de banden dus ook worden aangehaald. Zijn er voorbeelden uit de geschiedenis waarin dat heel succesvol was? Waarin bijvoorbeeld gesprekken op het World Economic Forum toch ervoor hebben gezorgd dat er bepaalde doorbraken zijn geweest? Nou, kijk, er zijn eigenlijk twee voorbeelden. Je hebt het WEF heeft op een gegeven moment een World Competitive Report. Daar wordt enorm naar gekeken. Dus ze houden een soort score, ranglijst bij hoe landen en bedrijven het doen. Daar wordt wel naar gekeken, gaat ook wel druk van uit. En Klaus Schwab heeft natuurlijk een paar jaar geleden is hij met die Great Reset gekomen. Dat heeft vooral tot allerlei samenzweringstheorieën geleid. Ik begreep ook dat Thierry Baudet onderweg is naar het Economic Forum. Ik hoop dat hij ook een livestream doet. Dan kunnen we zien wat hij tegenkomt. Dank voor nu. Dit was het voor